Mijn naam is Erik Schipper. Ik geef al 12 jaar aardrijkskunde op de populiere school in Den Haag. Ik hoop dat deze video jou over de schutting van aardrijkskunde gaat helpen. Hoofdstuk 6: Klimaat en natuurlandschappen in Europa. Dit filmpje is voor zowel HAVO als VWO. De hoofdvraag over dit hoofdstuk is: hoe verklaar je de klimaten en de oorspronkelijke natuurlijke begroeiing van Europa? Hoofdstuk 6, paragraaf 1, de invloed van de golfstroom. De deelvraag van paragraaf 1 is: wat is de invloed van de golfstroom? Dit is de samenvatting. De gematigde zone. Europa ligt grotendeels in de luchtstreek van de gematigde zone. De temperaturen zijn daar niet te hoog, niet te laag in de gematigde zone. Toch is de temperatuur niet overal gelijk. Dat komt bijvoorbeeld door de verschillen in breedteligging, dus hoe ver je van de evenaar af ligt. Op hoge breedte, dus ver van de evenaar, is het kouder dan op lage breedte, dichter bij de evenaar. Kijk maar eens naar Zuid-Europa. Zuid-Europa is het gemiddeld een stuk warmer dan in de rest van Europa. Daarom wordt dit deel van de gematigde zone, dus Zuid-Europa, even apart genomen. Het is het gebied van de subtropen. Het is daar dus gemiddeld warmer. Een deel van Noord-Europa ligt in de poolstreken. Daar is het zomer zo koud dat er geen boom wil groeien. Want als de gemiddelde temperatuur zomers niet boven de 10 graden komt, groeien er geen bomen. De golfstroom en aanlandige wind. Er zijn temperatuurverschillen als je bijvoorbeeld kijkt langs de kust van de Noordzee en de Atlantische Oceaan. Want je ziet dat het daar warmer is dan in het binnenland van Europa. Dat komt door de invloed van de zee. In de zee wordt water voortdurend verplaatst. Dat gebeurt door de wind, omdat wind vaak lange tijd uit dezelfde richting waait. Daardoor krijg je een zeestroom. Zeestromen kunnen warme water uit de tropen naar de polen brengen. Of ook andersom, koud poolwater naar de warme streken, wat in de buurt van Canada gebeurt. Een warme of koude zeestroom betekent dat het water in die stroom warmer of kouder is dan het water op de plek waar het naartoe stroomt. Een warme zeestroom op hoge breedte kan dus nog steeds kouder zijn dan een koude zeestroom op lage breedte. In ieder geval, de warme golfstroom vanuit het Caribisch gebied is heel erg belangrijk voor het klimaat in Europa. Want dit komt, zoals ik al net zei, het brengt warm water uit de Golf van Mexico naar de westkust van Europa. Boven het relatief warme zeewater is de lucht dan ook warmer. De westenwind, want we hebben hier in Europa vooral te maken met meestal met westenwinden, blaast die warme lucht van wat boven de zee hangt vervolgens richting land. In West- en in Noord-Europa waait vaak een zeewind, een aanlandige wind. Dus wind die van de zee naar het land waait. Dus wind uit het westen. Daardoor wordt het in de winter langs de westkust van Europa dus niet heel erg koud. In de zomer is het andersom. De aanlandige wind brengt dan juist relatieve koele lucht vanuit zee. De lucht is dan koel doordat zeewater minder opwarmt dan land. Want in de zomer wordt het land vrij snel warm, maar de zee langs onze kust is dan vaak nog kouder dan het land. Dus dat zorgt dan dat wij koel te krijgen van de zee in de zomer. Hoe verder je landinwaarts komt, hoe kleiner de invloed van de zee wordt. Daardoor zijn in het binnenland van Europa de temperatuurverschillen veel groter. Het is daar in de winter veel kouder, hè, want het land midden in Europa wordt niet opgewarmd door de warmte van de zee. En in de zomer is het veel warmer dan langs de kust, omdat het land daar niet afgekoeld wordt door de koudere lucht van de zee. Want de zee is daar veel te ver weg om dan nog enig invloed te hebben. In het binnenland van Rusland kunnen temperatuurverschillen in een jaar extreem groot zijn.
Net dus behalve de geringe invloed van de zee, speelt het verschil in opwarming en afkoeling van een bodem een rol. Want land wordt gewoon heel erg snel warm als de zon gaat schijnen, maar koelt ook heel erg snel af als de zon niet meer zo schijnt. Volnacht en middernachtzon. In Noord-Noorwegen woon je op hoge breedte, ver van de evenaar. Deze plaats ligt ten noorden van de Poolcirkel. De Poolcirkel is een wiskundige lijn wat de aarde scheidt van de gematigde zone naar de poolstreken. Je zou verwachten dat de 'swinters 30 graden vries, maar doordat de golfstroom langs Noorwegen stroomt, is het de 'swinters hoogstens een paar graden onder nul. Van 22 november tot 21 januari komt de zon niet meer boven de horizon. Dan is het daar gewoon een paar maanden donker. Dat is de periode van de poolnacht. Dus de zon komt dan niet op. Het is gewoon de hele dag door donker. De hele dag door zijn de straatlantaarns dan aan. De poolnachten zijn best wel mooi. Vaak zie je in de verte urenlang allerlei gekleurde stroken in de hemel. Witte, groene, paarse, gele stroken. Dit noemen we het poollicht, het noordenlicht. Als op 22 januari de zon weer voor het eerst boven de horizon uitkomt na vele maanden, hebben ze dan ook daar zonvakantie in Noorwegen. Tegenover de poolnacht staat de midzomernacht. Van half mei tot eind juli gaat de zon nooit onder. Ook midden in de nacht schijnt dan gewoon de zon. Bij dit hoofdstuk en paragraaf 1, de invloed van de golfstroom, horen ook een aantal basisboeknummers, zoals B44 seizoenen. Zoals jullie weten, de aarde maakt in één jaar tijd een rondje om de zon. En in één dag draait het een rondje om zijn eigen aardas. De aardas staat scheef, de aarde staat dus scheef. En in combinatie dat hij in één jaar tijd een rondje om de zon maakt, hebben we seizoenen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar dit plaatje in de zomermaanden, juni, juli, dan staat noordelijk halfrond boven de evenaar als het ware naar de zon toegeleund. En dat betekent dat de zonnestralen dan rechter vallen dan bijvoorbeeld in de wintermaanden rond december, januari. Want dan staat het noordelijk halfrond boven de evenaar van de zon afgeleund en dan vallen de zonnestralen schuiner. En zoals jullie al eerder hebben geleerd, loodrechte zonnestralen zorgen voor meer warmte dan schuine zonnestralen. Op het zuidelijk halfrond is het al net andersom. Dus onder de evenaar valt er in rond juni, juli, dus de zonnestralen schuiner, is het daar kouder. En in de wintermaanden rond december, januari vallen de zonnestralen op het zuidelijk halfrond rechter en is het daar dan warmer. Dus in één jaar tijd beweegt de zon eigenlijk van 23,5 graden noordenbreed naar 23,5 graden zuidenbreed. Dat betekent dan dat in juni de zonnestralen schuin op het noordelijke keerkring staat, want deze wiskundige begrenzingen noemen we keerkringen. En in december staat de zon loodrecht boven de zuidelijke keerkring onder de evenaar. 21 juni als de zon dan loodrecht op de bovenste keerkring staat, op de noordelijke keerkring, de kreeftkeerkring noemen we die ook wel, dan hebben we ook de zogenaamde midzomernacht. We hebben dan het langste daglicht op het noordelijk halfrond. In december, 21 en 22 december, dan hebben we de poolnacht en dan staat de zon het rechts boven de zuidelijke keerkring, de steenbokskeerkring. En dan betekent het bijvoorbeeld bij ons op het noordelijk halfrond dat we dan heel erg kort dag hebben. Het is dan alweer vroeg donker. B48, breedte, ligging en temperatuur. Dit is al eerder besproken. Nog even heel erg kort. Hoge breedte, ver van de evenaar is het koud. Lage breedte is het warm. De zon heeft grote invloed op de temperatuur. Of nee, de breedte ligging van een plaats heeft grote invloed op de temperatuur. Dat heeft twee oorzaken. Als de zonnestralen recht vallen, dan hoeven ze maar een klein oppervlak te verwarmen en dan voelt de zon warmer aan. Is die ook gewoon warmer? Je kan het herkennen aan een korte schaduw. Als de zon heel erg laag staat, dat hij een schuine zonnestraal heeft,
dan moet hij een groot oppervlak verwarmen. Dat kan je ook herkennen aan de lange schaduwen en dan voelt de zon minder warm aan. De tweede oorzaak is zonnestralen die loodrecht op het aardoppervlak vallen in de buurt van de evenaar, hoeven maar door een klein stukje dampkring heen, atmosfeer heen. Daar komt dan minder stofdeeltjes en wolken tegen, dus minder weerkaatsing van zonnestralen naar de ruimte. Dat zorgt dan ook dat het daar warmer wordt. Als de zonnestralen op hoge breedte dus schuin vallen, moeten ze een groot oppervlak verwarmen. Maar ze moeten ook door een grotere dampkring heen. Daardoor komen ze meer stofdeeltjes en wolken tegen en worden er meer zonnestralen weerkaatst, terugkaatst de ruimte in. Zonnestralen die dan niet de aarde meer kunnen verwarmen. B49 luchtstreken. De temperatuurzones op aarde, en dus de gematigde zone, de tropen en de poolstreken, dit noem je luchtstreken. De aarde heeft dus drie luchtstreken. Deze worden wiskundig begrensd. De tropen ligt tussen 23,5 graden noordenbreedte en zuidenbreedte. Daar is het altijd warm. De begrenzingen van 23,5 graden noordenbreedte en zuidenbreedte noemen we keerkringen. De gematigde zone ligt tussen 23,5 graden noordenbreedte en zuidenbreedte en 66,5 graden noordenbreedte en zuidenbreedte. De overgang van de tropen naar de gematigde zone noemen we de subtropen. Boven 66,5 graden noordenbreedte en zuidenbreedte kom je in de luchtstreek, de poolstreken uit. Dit is de polaire zone. Het is daar altijd koud. De wiskundige begrenzing op 66,5 graden noordenbreedte en zuidenbreedte noemen we de poolcirkel. In werkelijkheid zijn deze begrenzingen niet zo recht als deze wiskundige lijnen. Er is meer sprake van thermische begrenzing. De scheidslijnen lopen op aarde in werkelijkheid kronkeliger. Dit heeft te maken dat land sneller opwarmt, maar ook weer sneller afkoelt dan het zeewater. En daardoor lopen deze lijnen in werkelijkheid heel erg kronkelig. In het basisboek zie je ook isothermen staan. Dit mag je als brugklasse nog even vergeten. B53, temperatuur boven land en zee. Zonnestralen vallen dus op het land of op de zee en hebben dus veel invloed op de temperatuur. Bijvoorbeeld als je op het strand kijkt op een zomerse dag, dan wordt het zand als de zon schijnt op het strand heel erg snel heet. Maar het zeewater is nog steeds koel. 'S Avonds als de zon weg is, dan is het zand weer snel koud, maar het zeewater blijft nog steeds koel, blijft dezelfde temperatuur houden. De conclusie is eigenlijk, land warmt sneller op dan de zee, maar koelt ook weer sneller af als de zon is verdwenen. Dit verschil heeft grote gevolgen voor de temperatuur van de lucht. Boven de zee is het nooit heel erg koud, maar ook nooit heel erg heet. We zeggen dan, de zee heeft een matigende invloed op de temperatuur. Boven land kan het heel warm, maar ook heel koud zijn. De temperatuur boven land kan dus snel wisselen. B54, aanlandig en aflandige wind. De windrichting heeft veel invloed op de temperatuur. Aflandige wind, dan zeggen we de wind waait van land naar de zee, hij is aflandig. Aanlandige wind, dan zeggen we de wind waait van de zee naar de land, hij gaat aan het land. Laten we eens even kijken, bij aanlandige wind wordt het in de zomer minder warm, want de zee is dan in de zeewater in de zomer kouder en ook de lucht erboven, maar het land wordt heel erg snel warm. Dus dat betekent dat langs de kust het dan koeler is dan meer in het binnenland, omdat wij te maken hebben met de koele lucht door de aanlandige wind van de zee. In de winter is het net andersom. In de winter is het langs de kust warmer, omdat in de winter de zee, de Noordzee, door de warme golfstroom warmer is dan zeg maar het binnenland, omdat het daar sneller is afgekoeld. Langs de kust is in de winter dan vaak warmer dan meer in het binnenland bij een aanlandige wind. Bij een aflandige wind wordt het in de zomer in het binnenland natuurlijk warmer, maar als de wind van de land naar zee waait, wordt de warmte van het binnenland meegenomen naar de kust. Dat betekent langs de kust ook warm wordt. Maar in de winter, als het binnenland heel erg koud is,
dan krijgen wij ook door de aflandige wind, want wind vanaf het land, ook te maken met de koude lucht uit het binnenland. En dan wordt het langs de kust ook heel erg koud. Dan wordt langs de kust wordt de wei niet meer opgewarmd door het warmere zeewater, omdat de wind van land naar zee gaat. Dit was dan paragraaf 1, de invloed van de Golfstroom met de bijbehorende basisboeknummers. Paragraaf 2, relief als klimaatfactor. De deelvraag bij deze paragraaf is: welke invloed heeft het relief, dat betekent hoogteverschillen, op het klimaat? Ook voor HAVO en VWO is dit weer vrijwel identiek. Dit is de samenvatting. In het midden van Europa ligt een heel erg belangrijk hoge bergte. Dit zijn de Alpen. Zoals je op dit plaatje kan zien. De Alpen begint ergens in Frankrijk, gaat door Zwitserland, Oostenrijk heen, een stuk van Noord-Italië. De Mont Blanc in Frankrijk is de hoogste top. Je kan er alleen komen als je een ervaren bergbeklimmer bent. De Mont Blanc is 4808 meter hoog en daarbovenop kom je in het gebied van de eeuwige sneeuw. Bovenop deze berg ben je helemaal omringd door ijsvlakte, gletsjers en allerlei bergtoppen uit de buurt. En hier is ook een gletsjer aanwezig en het smeltwater stroomt vanuit de Alpen via allerlei rivieren naar de zee. Ze stromen daarna door middelgebergte, soms via het heuvelland naar het laagland richting de kust. Dus Europa is eigenlijk een deel vol relief. Je hebt hoge bergen, middelgebergte, heuvelland en laagland. Later, met het basisboeknummer, gaan we hier nog even wat dieper op in. Maar wat is nou het verschil tussen hoog, middelgebergte, heuvelland en laagland? Europa heeft een onregelmatige vorm. Europa heeft veel inhammen, waardoor de zee soms diep naar binnen kan dringen. Zo'n kust met heel veel inhammen noemen we een geleden kust. Europa is een schiereiland, als ware een uitsteeksel van het grotere continent Eurasië. Dus een schiereiland is een gebied dat aan drie zijden is omgeven door water en dat slechts voor een klein gedeelte vastzit aan een continent. Het schiereiland Europa is opgebouwd uit echte eilanden en schiereilanden, bijvoorbeeld het schiereiland, het Iberische schiereiland, wat bestaat uit Spanje en Portugal. Relief en temperatuur. In Europa liggen meer hoge bergen, bijvoorbeeld het Scandinavisch hoogland. Dat strekt zich in Scandinavië van het noorden naar het zuiden uit over het schiereiland Scandinavië. In het Scandinavische hoogland kun je goed zien wat de invloed van het relief is op de temperatuur. Kijk maar eens naar het figuur. In Noorwegen ligt de stad Bergen op 60 graden noordenbreedte. En ondanks de hoge breedte, dus ver van de evenaar, is het er in de winter nooit echt heel erg koud. De gemiddelde temperatuur is daarboven de 0 graden Celsius. Dit komt weer door de invloed van de golfstroom, de warme golfstroom vanuit het Caribisch gebied bij Mexico, wat in paragraaf 1 al is uitgelegd, en omdat je daar overheersende westenwind hebt. Vanuit bergen, als je het binnenland ingaat, ga je meteen ook echt de bergen in. Hoog in de bergen, daar in Noorwegen, liggen gletsjers en eeuwige sneeuw. Daarna, na de bergen, daal je weer af naar beneden en dan kom je bij het stadje Lillehammer uit. Daar is het in de winter heel erg koud, veel kouder dan in bergen. De aanlandige wind, dus de wind van zee, wat bergen heel erg beïnvloedt dat het daar niet zo koud wordt, klotst tegen de bergen aan. De bergen zijn daar als het ware een hele grote muur van het Scandinavische hoogland en houdt dus de warmte van de warme golfstroom tegen. Dus dat betekent dat alle Noorse zeehavens langs de kust profiteren van de warme golfstroom en die vriezen in de winter dan ook niet dicht. Maar aan de andere kant van deze muur van bergen van het Scandinavische hoogland wordt het in de winter heel erg koud. Bijvoorbeeld zoals in Zweden, wat achter deze muur van bergen ligt, daar wordt het in de winter heel erg koud, terwijl langs
de westkust van Scandinavië in de winter helemaal niet zo koud wordt. In de zomer is de temperatuurverdeling net andersom. Dan blijft de koele zeelucht uit de Noorse kant van de bergen hangen en in de Zweden kan het land dan flink opwarmen. En dat is in paragraaf 1 verteld. Het land wordt heel erg snel warm als de zon krachtig wordt, bijvoorbeeld in de zomer. En zeewater blijft dan nog heel erg lang koel. Dus in Zweden wordt het in de zomer heel erg warm, terwijl langs de kust van Noorwegen in de zomer het niet zo warm wordt als het binnenland achter de bergen. Dus de bergen zorgen voor een soort klimaatscheiding. Er is nog een verband tussen relief en temperatuur. Want hoe hoger je komt, dus hoe hoger je een berg opklimt, hoe kouder het wordt. Elke 100 meter die omhoog gaat, daalt de temperatuur 0,6 graden Celsius. Dus elke kilometer wordt het 6 graden Celsius kouder. Dit heet de temperatuurgradiënt. Dus elke 100 meter 0,6 graden kouder is de temperatuurgradiënt. Relief en neerslag. Het klimaat is een gemiddelde weer over een groot gebied wat we over 30 jaar hebben gemeten. 30 jaar lang hebben we de temperatuur en de neerslag gemeten en daaruit wordt dan het klimaat bepaald. En over een groot gebied, dat mogen we niet vergeten. Dus het klimaat wordt bepaald door de temperatuur en de neerslag. Er zijn in Europa grote verschillen in neerslag. Het relief veroorzaakt een deel van deze neerslagverschillen. Als we weer naar Noorwegen kijken, Scandinavië, de Noordse bergen langs de kust, regent het 2 van de 3 dagen. En niet zo'n beetje ook. Er valt daar 2 meter regen per jaar. In Nederland valt er ongeveer 80 centimeter. Dus daar valt daar gewoon bijna 3 keer zoveel regen als in Nederland. Aan de andere kant van de bergen in Noorwegen, bijvoorbeeld in Lillehammer, valt er veel minder regen. Dus het Scandinavische hoogland, deze muur van bergen, zorgt ervoor dat het neerslag niet of moeilijk achter de bergen kan komen. Vochtige zeelucht botst dus tegen de bergen, wordt door de bergen omhoog gestuwd. En dat noemen we dan ook stuwingsregen die daar ontstaat. We hebben al eens eerder geleerd, als het warm is bij de evenaar, dan stijgt de lucht op, krijg je regen, noemen we stijgingsregen. Als de lucht opstijgt omdat ze tegen een berg aanbotsen, worden ze omhoog gestuwd en dan krijg je stuwingsregen. De vochtige kant, dus de kant langs de zee, noemen we de loefzijde, de natte kant waar de meeste regen valt, loefzijde. Aan de andere kant van de berg waar het droger is, noemen we de leizijde. We zeggen ook wel eens, het gebied achter de bergen ligt in de regenschaduw. Het regent daar minder. Als er in het kustgebied geen bergen zijn, zoals in Nederland, kunnen aanlandige winden het binnenland wel binnendringen. Aanlandige winden veroorzaken dan neerslag ver in het binnenland, want er zijn geen bergen die het hebben tegengehouden. Alhoewel dan de hoeveelheden wel afneemt verder van de kust af, ja, omdat de meeste wolken dan al zijn leeggeregend langs de kust. Hoewel Nederland dus vooral uit laagland bestaat, zijn er ook in ons land neerslagverschillen. Bijvoorbeeld de reliefrijke gebieden van de Veluwe en Zuid-Limburg, daar zijn heuvels, ontvangen meer neerslag dan de rest van het land. Daar ontstaat dus ook een beetje stuwingsregen. Bij paragraaf 2 horen ook een aantal basisboeknummers, zoals B58 stuwingsregen. Stuwingsregen is neerslag die ontstaat door stijgende lucht wat tegen een berg aanbotst en dan omhoog gestuwd wordt. De loefzijde is dus de kant waar de wind vandaan komt, de vochtige kant waar dus de wolken zich uitregenen. En want als een wolk omhoog gaat, omhoog gestuwd wordt door de berg, koelt die af, hè, hoe hoger hoe kouder, en dan gaat een wolk uitregenen. De andere kant van de berg is de leiszijde, oftewel de regenschaduw. De lucht daalt er, de koude lucht van boven de berg daalt. Die gaat meer naar beneden toe, daar is het warmer. En dan wordt het ook droger, want eventuele wolken die nog aanwezig zijn, lossen dan op. Ook op dit plaatje van bijvoorbeeld Nieuw-Zeeland is het goed te zien. De wind komt hier ook meestal uit het westen,
Deze eilanden hebben ook een bergrug. Je ziet wel tot wel 3754 meter hoog. Dat betekent dan dat hier aan de westkant, dat het daar veel natter is, kijk maar, valt meer dan 3000 mm regen, dan aan de oostkant achter de bergen, waar het dan veel droger is. Net zoals in Scandinavië. B110 relief. De aardkorst is niet glad, maar heeft relief, hoogteverschillen in het landschap. Er zijn vier reliefvormen. Hoge bergen, dat betekent dat de toppen dan hoger zijn dan 1500 meter. Middelgebergte, dan zijn de toppen tussen de 500 en 1500 meter. Heuvelland, dan zijn de toppen tussen de 200 en 500 meter. Bijvoorbeeld in Zuid-Limburg heuvels. De hoogste top van Nederland is 321 meter. Plaagland, dat betekent dat het vrijwel overal lager is dan 200 meter. Een gebied met weinig relief is een vlakte. Een laagvlakte, dat is een vlak gebied lager dan 500 meter. Maar een hoogvlakte, een ander woord is plateau, is dan een vlak gebied en dan is dat hoger dan 500 meter. Paragraaf 3. Europa, klimaat en begroeiing. De deelvraag van paragraaf 3 is: wat zijn de kenmerken van het klimaat in Europa? En wat is de invloed daarvan, dus het klimaat, op de natuurlijke begroeiing? Dit is de samenvatting. Zeeklimaten. In Nederland en een groot deel van West-Europa heeft de zee dus veel invloed op het klimaat. Deze gebieden hebben de kenmerken van een zeeklimaat. Dat betekent het hele jaar door neerslag, dus elke maand regen, en dat de temperaturen gematigd zijn. Dat betekent koel in de zomer, dus niet heel erg koud in de winter. 'S Winters komt de gemiddelde temperatuur nooit lager uit dan -3, gemiddeld. Soms kan het wel eens kouder zijn, vaak is het warmer, maar gemiddeld genomen is het -3 graden Celsius in de koudste maand. In Zuid-Europa heeft ook een zeeklimaat, maar door de lagere breedte ligging, dus dichter bij de evenaar, is het in de winter en in de zomer warmer. Het belangrijk verschil met ons zeeklimaat is de droogte in de zomer. Dit klimaat heeft een droge, warme, hete zomer. We zeggen dan, het is er het Middellandse zeeklimaat, oftewel mediterraan klimaat. In Spanje en in Rusland liggen gebieden waar het bijna altijd heel erg droog is. Als er jaarlijks nauwelijks neerslag valt, is het er een droog klimaat. Er valt daar minder dan 250 mm regen per jaar. Landklimaat. In het binnenland van Europa, dus ver van de zee, neemt de invloed van de zee af. Dat merk je aan de afnemende neerslag. Regenbuien dringen niet allemaal diep het binnenland in. Nog meer merk je het aan de temperatuur. In het binnenland van Europa zijn de temperatuurverschillen tussen de zomer en winter groot. We zeggen dan er is een grote jaaramplitude. Dus grote temperatuurverschillen tussen zomer en winter is grote jaaramplitude. In de winter kan het ijzingwekkend koud worden en in de zomer heel erg warm. Die grote verschillen ontstaan doordat er geen wind van de zee doordringt. De zonne-aanlandige wind, dus wind van zee naar land, warmt het land in de zomer sterk op en koelt het in de winter sterk af. De wintertemperatuur dus is het belangrijkste kenmerk van het landklimaat. De gemiddelde temperatuur in de koudste maand is lager dan -3 graden Celsius. De overgang van zeeklimaat naar landklimaat gaat geleidelijk. Dat is goed te zien in Midden-Europa. Net zeg maar het oosten van Duitsland tot het oosten van Polen. In de winter kan de temperatuur veel weken boven 0 graden Celsius zijn met veel regen. Vervolgens kan het daarna ook weer wekenlang ijzig koud zijn als de wind uit Siberië waait. Dus verder je naar het oosten van Europa gaat, hoe kleiner de invloed van de zee is. Dat is het kenmerk van een landklimaat. Koude klimaten. Waar de zee geen invloed meer heeft en waar de breedte ligging hoog is, dus ver van de evenaar, is het altijd koud. In de winter zakt de gemiddelde temperatuur beneden de -10 graden Celsius en in de zomer komt de temperatuur niet boven de 10 graden Celsius uit. Die zomertemperatuur is de boomgrens.
Dus als het zomers niet warmer dan 10 graden Celsius is, noemen we de boomgrens. Er kunnen dan geen bomen meer groeien. En tegelijkertijd de grens tussen het landklimaat en het tundra-klimaat. De tundra is de landschapszone in de poolstreken, waar in de korte zomer van maar een paar maanden grassen, mossen en lage struikjes groeien. Bomen komen daar niet meer voor, want het is te koud voor bomen. Als de temperatuur gemiddeld het hele jaar lager is dan 0 graden Celsius, is er in het gebied een sneeuwklimaat. Alleen Groenland heeft dit klimaat. 80% van het eiland is bedekt met ijs. Een bijzonder koud klimaat is het hoge bergteklimaat. Het is het hele jaar ijskoud. De temperatuur is in de zomer gemiddeld lager dan 10 graden Celsius. Doordat er vaak vochtige lucht tegen de berg omhoog wordt gestuwd, denk aan sturingsregen, valt er veel neerslag. Als het koud is, valt deze in de vorm van sneeuw. Hoog in het gebergte zorgt de lage temperatuur voor dan dat daar eeuwige sneeuw ligt. Alles nog een keer op een rij. Zeeklimaat is dus, zoals je deze grafiek aan kan zien, het hele jaar door neerslag. Kijk maar, elke maand heeft staafjes en gematigde temperaturen. En de koudste maand is gemiddeld min 3 graden Celsius. Dat kan je dus zien aan de rode lijn. Het Middellandse zeeklimaat, zoals grafiek B laat zien, zie je ook gematigde temperaturen, alleen wel gemiddeld warmer dan een zeeklimaat. Ook elke maand regen, alleen in de zomermaanden, juni, juli, augustus, valt er heel weinig neerslag. Landklimaat, zoals grafiek C, dit is in Moskou in Rusland, heb je grote temperatuurverschillen. In de winter ijzig koud en in de zomer wordt het behoorlijk warm. Ook daar elke maand wel regen. Het tundra-klimaat, verder noorden van Noorwegen, zie je dat het een koud klimaat is. In de warmste maand is het niet warmer dan 10 graden Celsius. Het blijft dus daaronder. En in de koudste maand kan de temperatuur wel eens onder de min 10 graden Celsius komen. Hoge bergteklimaat is een koud klimaat met veel neerslag in de vorm van sneeuw. En een droog klimaat heb je dus nauwelijks neerslag, minder dan 250 mm per jaar. Bij paragraaf 3 horen ook weer basisboeknummers, zoals B72, klimaatdiagram. Want dit is al eens eerder uitgelegd in een ander filmpje van mij, dus dat sla ik dan verder even over. B85, loofbos. In de gematigde zone is het in de zomer gemiddeld warmer dan 10 graden Celsius. In de winter wordt het niet kouder dan gemiddeld minder 3 graden Celsius. Dat is het gebied van loofbomen. Dus bijvoorbeeld eiken en bomen. Loofbomen laten hun bladeren in de winter vallen. Noem dit ook wel de loofboomgordel. In de subtropen is het gemiddeld warmer en in de zomer droger. Denk aan het gebied rond het Middellandse zeeklimaat. Daar heb je een zogenaamde mediterrane plantengroei. Denk aan olijfbomen, vijgen, kurkeiken, palmbomen. B86, naaldbos taiga. In de naaldboomgordel, of het Russische woord taiga, groeien bijna alleen naaldbomen. Naaldbomen kunnen iets meer kou hebben dan loofbomen. In een gematigde zone, dus tegen de poolstreken aan, vind je deze gebieden. In de zomer is het gemiddeld ongeveer net boven de 10 graden Celsius. Als het kouder is, dan passeer je de boomgrens, dan wordt het koud voor bomen. Dus als het gemiddeld niet warm wordt dan 10 graden Celsius, noemen we dat de boomgrens. En dan kom je in het gebied van de tundra, dan groeien daar ook geen naaldbomen meer. Er is geen scherpe grens tussen loofboomgordel en naaldboomgordel. Als je van zuiden naar het noorden zal rijden, dan zie je dat geleidelijk aan. Zie je dat er steeds minder loofbomen zijn en dan steeds meer naaldbomen. Deze overgangzone, daar vind je dan een gemengd bos loofbomen en naaldbomen door elkaar. B87 tundra. Kenmerken van de tundra is, je vindt dat boven de boomgrens. De boomgrens betekent dus gemiddeld lager met 10 graden Celsius. Wat vind je op de tundra? Kijk maar naar dit plaatje. Grassen, mossen en lage struikjes in de zomer. In de winter, grootste deel van het jaar, is het bevroren met sneeuw. De bodem is bedekt met sneeuw. In de zomer, als de sneeuw verdwenen is, is het daar heel erg moerassig. De
ondergrond daaronder is wel bevroren, dat noemen we permafrost. De bodem is daar permanent bevroren. Alleen het bovenste laagje ontdooit dan en is dan heel erg moerassig. En de temperaturen zijn nog steeds laag. Ook is er geen scherpe grens tussen tundra en taiga. Het zal alleen op een gegeven moment zien hoe meer naar het noorden gaat, hoe kouder het wordt, hoe minder naaldbomen je tegenkomt. En de naaldbomen zullen ook steeds kleiner zijn. En op een gegeven moment zie je helemaal geen bomen meer en dan ben je echt in de tundra. Dit was paragraaf 3. Europa, klimaat en begroeiing. Stefan, ik heb er wat aan gehad. Dankjewel. Like mijn video. Dank namens mij. En ook tot later.